allemaal, vandaag weer een nieuwe video op mijn kanaal en dit keer ben ik samen met Peter. Stel je voor. Ik ben Petrus, ik ben YouTuber, documentairemaker, regisseur, films, series en allemaal leuke onderwerpen over onzekerheid en zo. Beetje meiden onderwerpen wel hoor. Echt? Meiden onderwerpen? Ja, ik heb meer vrouwen ook, maar ik heb 3 zussen, dus ik ben ook een beetje zo'n vrouwelijk opgevoed eigenlijk. Ja, oké. Want de meesten zullen jou denk ik wel een beetje kennen van in 3 maanden naar onderbroekmodel. Oh, ja. Klopt, ja. Vroeger had je zeg maar de perfecte plaatjes en de modellen in billboards, televisie en kranten. En veel van je dagelijkse contact was gewoon met echte mensen. Vandaag ben jij de eerste gast in mijn nieuwe, nou niet nieuwe serie, maar nieuwe seizoen van Jongens Kopen Mijn Outfit. Oké, ik zal jullie even kort uitleggen hoe de serie in elkaar zit. Het is namelijk een soort van seizoen 2 van Jongens Kopen Mijn Outfit, maar dan anders. Ik heb een jongen uitgenodigd om een outfit voor mij uit te zoeken in naar mijn mening een van de mooiste winkels, Reiners Food Fashion. Maar er zitten natuurlijk wel wat eis aan. Ik heb voor alle gasten een envelop met daarin een uitnodiging voor een gelegenheid waar ik heen moet. En daarin staat het thema en de kleur van de outfit. De jongen krijgt dan 15 minuten om een outfit voor mij uit te zoeken. Dan moet ik de outfit aandoen en krijgt hij nog 5 minuten om een haar te doen. Uiteindelijk gaan we natuurlijk nog eventjes nabespreken over de outfit, wat ik ervan vind. Want het kan natuurlijk mega leuk zijn, maar misschien ziet het er ook wel echt totaal niet uit. En dan heb ik nog wat superleuks kunnen regelen. Ik mag namelijk aan het einde van elke aflevering 1 item uit de gekozen look weggeven. Dit doe ik op mijn Instagram Forever Xjade en ik zet de giveaway 24 uur in mijn story. Dus zorg dat je na de video gelijk naar mijn Instagram gaat om mee te doen. En daar zie je ook wat je moet doen om te winnen. Alle dameskleding die voorkomt in de winkel is van Reiners Food Fashion. En laten we dan nu doorgaan. Ik denk dat wij gewoon moeten beginnen met jouw envelop pakken. Ja. En die ligt voor je. Oké, even kijken. Wat een leuke jongens zit er al tussen. Dat weet ik net. Mag ik hem openmaken? Je mag hem openmaken. 80's party. 11 februari, dresscode. 80's met een blue touch. Hairstyle, high ponytail. Ja? Ik vind het fucking nice. Ja, ben je een beetje van de 80's parties? Ja, ik ben er wel van. Ik vind het wel nice. En een high ponytail staat je voor me ook heel goed. Dus ik ben ook heel blij mee. Dat moet je ook maken. Oké. Het idee is dat jij een kwartier hebt zometeen om dit uit te zoeken. En hij wist het zelf ook nog niet, dus ja, hij heeft het ook nog niet kunnen bedenken. Nee. Denk je dat het je gaat lukken? Ja, ik denk, je gaat me sowieso uitlachen. Waarom? Maar ik ga wel proberen je echt heel mooi te maken. Ja? Ja. Je mag iedereen vragen om hulp. Zullen we gaan beginnen? En een stokje en ik ben er klaar voor. Nee, wij staan nu hier voor dit rek. En ik denk dat jij een beetje deze hoek gaat gebruiken. Moet ik ook je maat weten of niet? Ja. Ik denk maat X, S of S, maar okay. Ik denk dat de medewerkers hier ook wel een beetje weten wat weet het wordt. Wie ja, precies. En je hebt een kwartier, hè? Een kwartier. Oké, je tijd gaat nu in. Je mag beginnen. Ik ga naar achter toe, want ik mag hier niks van meekrijgen. En, doei. Ik moet eens uitzoeken en het leuke is, kijk, Jane, je bent een prachtig meisje, dat weet het hele publiek ook. Alleen nu is naar mij, de kans om het niet te verpesten, laat ik het zo zeggen. Dus ik moet wel goed de schoonheid naar voren laten komen. Oké, ik heb hier een rokje. Oké, die ga ik sowieso pakken. Is dat een rokje? Oké, ik pak deze. Dit is 1. Oké, ik heb een onderkant. Wat is de bovenkant? Wat is er leuk voor die dame? Mag ik niet als hulp inschaken? Oké, ik heb deze als onderkant. Ja. Ik ga kijken voor een bovenkantje. Ja, leuk. Precies. Wat vind ik leuk? Ja, het mag gewoon vrouwelijk zijn. Laat ik het zo zeggen. Je hebt nu een glitter? Ja, ik heb glitter, maar moet de bovenkant dan geen glitter zijn of wel? Nou, daar gaan we even naar kijken, want het is wel echt een feestje, hè? Ja. Oh, we kunnen deze erop doen. Ik moet niet te veel weggeven, anders doe ik niks meer. Kijk, die. Okay. Dat is ook heel gaaf erop. Oké. Okay. Voor de rest moet je het zelf een beetje uitvogelen. Oké, dan ik ga dan. Wil je die broek bij jou of zou ik het in de paskamer hangen? Die broek mag erbij en nog eens van die bovenkant. Ga ik even sieraden kijken, want ik ga er gewoon voor. Ja? Ik ga er gewoon voor. Ik heb mijn gevoel is van goed en jouw gevoel is goed, dus. Ik hang hem al vast op. Oké, nu ga ik eens anders kleding uitzoeken. Of in ieder geval sieraden. Oh, mag het niet? Nee, ik heb gehoord dat die mocht. Oh, oké. Nou, ik heb gehoord dat ik geen set mag, dus ik ga geen set doen. Duidelijk. Oké. Kan gele oorbellen bij een blauwe outfit? Of je gaat hier naar deze kant. Ik heb helemaal geen mening hiervoor. Hele mooie dingen met blauw, maar voor de rest zeg ik niks. Ik ga sowieso iets in die grote oorbellen doen. Ja. Dat vind ik zeg maar, dan ga ik voor die look. Ja? Ja, ik hoor al in jou dat het nee is, maar ik moet het gewoon doen. Haar kast is gewoon heel erg mooi. Ik denk dat ze daar wel blij van wordt. Oké, dan ga ik die doen. Oké, wil je er ook nog armband bij? Het is helemaal niet moeilijk dit. Kijk. Dat is wel heel gaaf. Oké, maar ik moet net doen alsof ik zelf keuzes maak, hè? Laat ik het even net doen. Ik doe even overnieuw, rewind. Precies, ja, oké. Wow, die oorbellen zijn mooi. Hier ga ik echt voor. Ik heb helemaal geen advies nodig, joh. Ik ga sowieso voor deze. Even kijken, ook een armband hier ook nog eens. Uit het niets. Daar ga ik ook voor. Oké, ik heb dit. Mag geen setje, hè? Dus
Nu moet ik iets anders uitkiezen. Ik mag echt geen setje. Ik vind het zo jammer dat ik geen setje mag. Ik zou het heel leuk vinden als er iets voor van... Iets van een... Anders neem je deze mee en dan doe je die andere riffeltop hierboven. Ja, dan doen we het. Ja, precies. Dan ben ik blij. Dit is Helemaal het einde. Top. Dan kan je dit ook nog doen. Dat is ook geen setje. Maar mag ik één kiezen of mag wat zijn de regels? Dat weet jij. Oké, voor mij mag ik één kiezen. Maar ik ga met deze. En ik ga het straks zien hoe het bij jou eruit ziet. En ik heb leuke oorbellen voor haar. Dus volgens mij... Ik ben echt heel tevreden. Nou, weet je, als accessoire van ananas erbij, dan heb ik die nog erbij gekozen. En dan zijn we er. Oh, moet dat ook nog? Oh, ja. Oh! Maar zijn dit alle schoenen? Niet dat het erg is, maar... Nee, er komt nog heel veel binnen. Dus we hebben nu even weinig keus. Dan maakt het voor jou eigenlijk wel makkelijker. Oké. Ik ga dan... Dit. Want dit zilver komt terug bij het rokje. Ja. Oké, heb je een goed punt? Oké. Welke maat denk je? 36? Denk ik, 35 of 36. Ik ga gewoon 36 pakken dan, hè? Oké, shit, dat moet ook... Het ziet er mooi uit, hè? Echt mooi. En dan sta je ook meteen wat hoger. Ik vind het ook wel leuk. Ja. Dus kijk, dit is voor mij ook echt een feest om dit gewoon te mogen uitkiezen. Ja, is toch leuk? Vind jij ze ook leuk? Vind je ze leuk? Ja, top. Ze vinden leuke dingen. Oké, we hebben nu deze erbij. Oké, ik heb de schoenen nu te pakken. En ik heb de oorbellen. Ik heb het. Een outfit, volgens mij... Zijn we er? Heb ik alles, denk je? Zeker, je hebt alles. Mag ik op beeld plaatsen? Ik mis niks, toch? Mag ik misschien een bloem die ze vasthouden nog erbij? Feest. Oké, ja, dit is goed. Hier gaan we voor. Oké, nou, ik ben er helemaal klaar voor dan. Volgens mij heb ik het binnen de tijd gered. Jawel, dat heb je. Ja. Ja, toch? Oké, Jade. Ja? Je mag tevoorschijn komen. Je hebt nog 4 minuten over, hè? Ja, klopt. Maar ik ben zo tevreden. Ja? Ik ben benieuwd. Ja? Moet ik het eerst aandoen en wil je dan mijn haar doen of eerst mijn haar? Ik ga wel eerst je haar doen, want dan zie ik in één keer gewoon bam, je outfit. Ja? Ja. Maar dan moet ik wel nog mijn shirt over mijn haar zo aandoen. Ja, met ponytail kan het toch of niet? Dat is kut. Weet jij beter dan ik? Ik ga eerst je haar doen. En dan ga ik het daarna wel corrigeren als het er niet uitziet. Is goed. Oké? Maar je hebt alsnog maar 5 minuten voor mijn haar, hè? Oh shit, blijf even staan daar. Momentje. Even kijken hoor. Ik ga die ponytail eerst doen. Dat kan ik gewoon doen. Ja, dan heb ik zoveel geluk. Ze heeft nu allemaal gewoon gasten die gewoon allemaal aankleden doen. Dat is gewoon... Nou, zoveel kans krijg je niet vaak. Hij moet hoog, hè? Ik ben bezig. Nou, niet lachen. Ik moet het idee krijgen als ik het goed doe in ieder geval, oké? Ik heb een borstel. Shit. Ik heb een borstel, hè? Kijk, weet niet hoe het werkt. Dit is de bedoeling dat het los hangt? Ja, dat is stel. Oh, ik vind het wel echt leuk. Oké, we gaan door. Werkt dit voldoende? Misgelopen. Wat ben je aan het doen? Ja, ik heb geen jongen. Een elastiek wist je toch wel? Dat ja, maar je hebt veel haar, joh. Dat het gewoon één spriet was die ik moest gewoon fixen. Maar het is gewoon... Oké, het is niet perfect, maar ik ga hiermee akkoord. Ja, ik vind zelfs dit gewoon, het funky look, oké? Ja? Ja. Ethisch? Oké, ik denk dat het tijd is nu. Ik heb het zelf echt nog niet gezien, hè, trouwens. Wil ik het zien? Oké, ik begin even om het spannend te maken met de accessoires, oké? Ik heb eerst voor jou, je mag je vasthouden. En als je op een feestje komt, altijd even bloem geven. Bloem geven. Okay. Lijkt me altijd heel goed. Oké, dan heb ik toch. Ja, de ethisch. Heb ik, kijk, heb ik oorbelletjes voor jou? Oorbelletjes? Maar op dat ding in het midden moet niet erin, hè? Nee? Moet ik hem niet zo mooi? Die moet niet. En dan heb ik deze voor je. Hé! Hey. Oh, okay. Oh, het wordt nu al te veel voor jou. We leggen het neer. Ik heb gevoeld dat ik het huwelijk Ik ken je al sinds van... Ik heb echt mijn best gedaan, dat is echt waar. Ja. Oh ja, kijk. Deze schoenen, maar... Oh, die heb je gewoon letterlijk... Heb je die gewoon aan? Oké, welke maat heb je? 38, maar ik heb gezegd dat je maat mocht weten, dus ik wist... Oh, ik heb 36 gezegd. Ja, nou, je schat me wel kleine voeten. Oké, nou... Maar ik heb ze aan. Oké, nou, top. Hey. Als onderkant, ben je er klaar voor? Ik weet het niet. Oké. Ik vind het goed. Oké, dus bovenkant is deze. Oh, ik vind het leuk. Oké. Je ponytail is wel helemaal weggezakt, moet ik toegeven. Oké, ik ben wel blij met de reactie van Jana. Ja, ik vind het echt leuk. Oké, nice. Moet ik het gaan passen? Ga ik passen. Ik voel me echt zo'n typische man die ze maar altijd moet wachten in een wachtruimte altijd. Breng me terug naar mijn trauma vroeger met mijn zussen. Allemaal omkleden.
Hey schat, dit is al de derde winkel dat je alles past. Wanneer koop je nou een keer iets? Mensen, dit is de mooiste dame van de avond. Kijk eens. Nou, hey, ik ben nu benieuwd. Wat vind je van jezelf? Van je eigen look die je hebt gemaakt? Hoe leuk is het? Ik vind het echt mooi. Ik vind het leuk, maar dit? Shh, even geen commentaar. Ik vind, ja. Even serieus. Hey, kom op. Nee, even. Okay. Je mocht een aanpassing. Ja, ik weet het. Maar weet je, oké, wat mensen... Kijk, je hebt zo fucking veel haar op je hoofd. Het is echt... Het heeft bijna een leger nodig om het haar... Deze moest ik geven, hè? Oh ja, dankjewel. Zo. Oké, maar naast hebben we het haar. Want ik weet dat ik niet helemaal goed heb gedaan. Maar ik vind die lok ervoor leuk. Ja? Ja, ik vind die lok oprecht gewoon leuk. Ik vind het gewoon een goede look. Ja, ik ben er zelf hartstikke blij mee. Ik vind het ziet er prachtig uit. Het past gewoon leuk bij elkaar. Ook voor het feest ook. Ja? Ik vind... Oké, het eerste is wel... Je hebt je echt goed aan thema gehouden. Oké. Het is niet dat ik nu in een gothic look zo naar die etensparty kom, dus daar ben ik wel blij mee. Ja, ik vind je het goed op gedaan. Oké. Dit was dan de video en ik vond het heel erg leuk om met jou af te trappen eigenlijk. Hoe, ja, hoe vond jij het gaan? Ik vond het echt super leuk. Ik vond het eerst sowieso dat je me vroeg en dat ik gewoon zo'n mooie dame mag aankleden. Dat is super nice. Ik ben heel blij met het outfit. Ik kan wel wat dingen doen. Ja, eigenlijk wel. Mag ik mijn haar er even nu uithalen? Ja, haal hem maar uit dan. Oké, fijn. Dat is wel echt fijn. Vond je deze video leuk? Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog te doen en te abonneren. En vertel eventjes, wat komt er aan? Er is een documentaire online gekomen, heet De Beste Versie van Jezelf. En daar heb ik heel hard aan gewerkt. En ik vind het hartstikke leuk en die kun je checken. Dus check eventjes het linkje in de beschrijving. En dan zie je jullie hopelijk weer bij de volgende gast over 2 weken op zaterdag. Doei doei!